Goede opening van Jodan Boys. Daar vergeet Roosendal in te grijpen. En kan Remco de Rijk er vandoor aan de linkerkant. Kan terug naar Sander van Gol, maar slingert de bal voor. Mitchell Vinke, doelman van Zwaluwe 30, pakt die bal. Opbouwen van Kok. Mulder geeft de bal mee aan Siermans. Siermans in duel, die bal blijft binnen. Siermans afleggen naar de Rijk. De Rijk pingelend. Komt er doorheen, de Rijk door drie man en dan de punter van de Rijk. Goeie aanval van de middenvelder van Jodan Boys. Belakan. Naar Graafland, de topscorer van Jodan Boys. Is er voorbij, wordt neergelegd door Nico Keizer, de aanvoerder van Zwaluwe 30. En de vrije trap. Met achter de bal Belakan, de kopstoot. In tweede instantie met links het schot van Sander van Gol. Jodan Boys sterk in de beginfase van de eerste helft. Dat moet ook winnen om het kampioenschap vandaag te behalen. Eerste mogelijkheid voor Zwaluwe 30. Op naam van Jermaine Heldorn. De man die vertrekt bij Zwaluwe 30. Heeft ook nog gespeeld bij ARC. En nu spelend voor Zwaluwe 30. De Rijk naar Belakan. 1-2. De Rijk krijgt hem terug. Zoeken naar links. De Rijk laag voor. Daar komt uiteindelijk een mogelijkheid voor Jodan Boys. Gino Mulder mocht afdrukken. Maar schiet over het doel van doelman Vinke. Van Gol. Bal is voor de Rijk met rechts. Goede bal ingeschoten. En de vingertoppen van Mitchell Vinke. Hij mag er nog niet in bij Jodan Boys. En hij moet er wel in. Wil de ploeg vandaag kampioen worden. Ook Huizen, Terleden en zelfs Quick Boys kunnen nog een rol van betekenis spelen. Overtreding gemaakt en de vrije trap voor Zwaluwe 30. Met links genomen en doorgetikt door Michael de Leeuw. Vrije trap was van Wouter van de Herik. Hij oogt wat onrustig, trainer Akerboom. Heeft er eigenlijk geen reden toe, want zijn ploeg speelt redelijk en geeft weinig weg. Balletje terug naar De Leeuw. De Leeuw levert hem in bij Van de Herik. En wat een flater van doelman Michael De Leeuw. En zo komt Zwaluwe 30 op een hele eenvoudige wijze op 1-0 voor. Wil de bal wegschieten. Daar staat uiteindelijk Van de Herik in zijn dode hoek. Heb ik zo het idee. Heeft het nooit gezien en levert hem in. Zuur moment voor Michael De Leeuw. De doelman die de hele middag nog niet zo heel veel te doen heeft gehad. Aan de andere kant gaat Jodan Boys verder. Inzet was van Gino Mulder. 1-0 de ruststand in het voordeel van Zwaluwe 30. Door een kampioenscadeautje, laten we het zo maar even noemen, van doelman De Leeuw. Sieremans, tweede helft. Jodan Boys voelt wat druk. Wil graag richting die topklasse en moet dan vandaag winnen. Siermans wordt daar naar de grond gewerkt door doelpunt te maken fouten van de Herik. Verzorging is nabij en hij wordt omhoog geholpen. Daar feest omdat ze horen dat Huizen de concurrent met 5-0 achter staat bij Terleden. Vrije trap van invaller Schep. Wegkoppen van Keizer, halve omhaal Belakan en die zit erin. Lekker doelpunt van Mo Belakan. Het wegkoppen van aanvoerder Keizer. En de halve omhaal met links van Mo Belakan. Korte hoek. Keeper verrast en Vinke gaat er nog wel naartoe. Maar kan hem uiteindelijk niet meer keren. 1-1 de stand. Met deze stand is Jodan Boys overigens geen kampioen. En wordt het feestje een weekje uitgesteld. Doelman De Leeuw doet ook mee. Zaoudi, trainer van Zwaluwe 30, brengt wat meer lengte in het team, gaat wisselen. Ook hij wil zich veilig spelen in de hoofdklasse en heeft aan een puntje voldoende. Siermans in duel, raakt geblesseerd. En kan uiteindelijk niet verder.
Maarten Siereman speelde ooit nog voor Katwijk. Goeie bal op, topscoorde Graafland. Graafland gaat door en weer de redding van Vinken. 10 maal trof je doel dit seizoen. Maar in de wedstrijd waar het eigenlijk om gaat, staat hij nog droog. 90 minuten gespeeld, 1-1 de stand en de laatste kans voor Jordan Bosch. Vinken komt uit. Dan is het Mulder, die legt hem klaar voor Graafland en dan rolt de bal erin. Het lijkt een jongensboek. Het lijkt een droom die uitkomt voor Jordan Bosch, maar hij telt. Een doelpunt van Kees Graafland met zijn rechterbeen, een schuivertje. Iedereen kijkt ernaar. En ook doelman De Leeuw weet even niet waar hij het zoeken moet. Nog een minuut officieel te gaan en Jordan Bosch leidt met 2-1. En zij vieren het feest al, maar de scheidsrechter heeft nog niet afgefloten. De allerlaatste secondes in de wedstrijd tussen Zwaluwe 30 en Jordan Bosch. Inzet is hier van Wouter van der Herik, maar die gaat naast het doel. Afwachten wat de scheidsrechter doet. Doeltrap komt er nog van De Leeuw. En dan fluit hij af. Jordan Bosch wint de uitwedstrijd van Zwaluwe 30 met 2-1. Door doelpunten van Bellacan en Graafland en speelt volgend seizoen in de topklasse. Een unieke prestatie. Het zorgt ervoor dat Huizen, Ter Leden en Quick Boys niet of misschien via de na-competitie de topklasse nog kunnen halen. Maar Jordan Bosch is zeker van één ding. Het speelt volgend jaar topklasse. Kijk, zo'n wedstrijd, wat verwacht je? Ik bedoel, je kan kampioen worden eigenlijk in een seizoen waarbij we daar niet voor gingen. En dan toch aanmaken en dan op zo'n manier ook de tweede helft nog zoveel gas kunnen geven met elkaar en het uiteindelijk toch eruit halen. Groot compliment voor de jongens. Ja, want je zat eigenlijk een klein beetje in een dipje na die 1-0. Toen wordt het 1-1 en dan kwam er ineens ook weer veel meer vuur in de helft. Nou ja, we hebben heel de eerste helft in een dip gezeten eigenlijk. We hebben de eerste helft gewoon echt dramatisch slecht gevoetbald. Ja, waar heeft het mee te maken? Laten we het maar op spanning houden. Tweede helft, ik heb ook in de rust gezegd, je hoeft nu nergens meer naar te kijken, je moet gewoon gas gaan geven. Tegenstander achterna zit, op elke bal druk geven en het geluk gaan afdwingen. Ja, dat hebben we gedaan.